Ik kan me wel voorstellen dat wij dat misschien zouden doen, Johan en ik. Nou moet ik wel zeggen dat Johan en ik ook niet samen dezelfde muzieksmaak hebben. Dus ik weet niet of dat helemaal gaat werken. Achter mij vinden de opnames plaats van de videoclip van niemand minder dan Wilfred Gené en John de Bever. Eén ding waar het lied niet over gaat is het WK in Qatar. En daar is juist nu een hoop om te doen. Is het tijd voor een protestlied? Ja, ik heb Lily en Wilfred gevraagd, Gené, om mee te spelen in de clip. Want ik heb vorig jaar met Wilfred de Radio Ring heeft Wilfred gewonnen. Toen heb ik met Wilfred het liedje gemaakt. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat heeft hij omgetoverd naar jij krijgt die ring niet van ons cadeau. Jij krijgt die ring niet van ons cadeau. Dat zou jij wel willen. En nu weer een klein muzikaal avontuur. Longt een muzikale carrière? Nee. Je bent te druk al. Nee, ik kan niet zingen. En ik kan heel goed karaoke. En dat betekent dat je 3 of 4 bako's op hebt. En dat je een aantal vrienden weg bent. En dat je gezellig op het podium gaat staan. En zoals vaak mensen zeggen als ik het podium afkom en ik vraag hoe ging het. Je deed enorm je best. En dat is altijd zo. Ik doe enorm mijn best. Het lijkt nergens naar. Het is niks. Het is heel slecht. Nou onthulde The Guardian een paar weken geleden dat er veel mensen zijn doodgegaan bij de bouw van het stadion in Qatar. Zou dat voor jou een moreel bezwaar zijn? Ja, hoef je er over mij niet over te twijfelen. Ik zou sowieso niet gaan. De homo's die zijn daar ook niet welkom, dus ik heb er ook niks te zoeken. Nee, ik vind het eigenlijk belachelijk voor woorden daar het WK al gehouden wordt. 6500 doden, ja. Zelfs iets meer dan dat. Infantino, de voorzitter van FIFA, had gezegd, dat is een foutje, het waren er maar 3. Ja, het waren er maar 3 die waren gestruikeld. Dus ja, nee, dat kan gebeuren. Nee, zonder gekheid. Dus het is te gek voor woorden dat een wereldvoetbalbond zoiets durft te beweren, terwijl er een gedegen onderzoek is geweest. Nou werd uw vriend Johan Derksen eigenlijk geboycott en VI vanwege een grapje wat dan racistisch zou zijn. Ja. Maar nu zijn de voetballers tot nu toe stil over Qatar. Ja, dat is in eigen belangen. Ja, dus het is een beetje, zolang het je eigen belang niet gaat. Ik denk dat het zo wel gaat, want anders zouden ze nou ook wel op de barricade staan, toch? Is het selectieve verontwaardiging van veel van de voetballers dat ze wel heel erg over het grapje van Johan Derksen vallen en niet over dit? Die protestactie van het Nederlands elftal ging vorig jaar niet zozeer over die grap van Johan. Dat was een moment dat je een stok had om te slaan. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat je ons programma niet altijd leuk vindt. En dat je, als je aan de beurt komt, ook denkt, als er ooit een moment komt, dan pakken we ze terug. Nou, dat moment kwam. En die hebben ze met 2 handen aangegrepen. Dus ik maar ja, nu niet blijft dat wel een beetje reactie uit van de voetballers op. Nou ja, dat wil ik hem aangeven. Kijk, als je dat zo belangrijk vindt en als je het als statement naar racisme toe hebt gedaan om niet met ons te willen praten, dan heb je jezelf nu eigenlijk in een positie gemanoeuvreerd dat je dat nu ook zou moeten doen naar aanleiding van dit WK. Dat vind ik echt. Je hebt natuurlijk al een oranje lied op de planning staan. Zou het misschien ook een idee zijn om samen met Wilfred en Johan Derksen een protestlied tegen het WK in Qatar te maken? Misschien wel. Misschien moeten we dat wel doen. Maar ja, wij gaan daar niet naartoe. Dus snap je wat ik bedoel? Nee, dus precies. Wij hoeven dat niet te doen. Hun moeten dat doen. Ik weet niet of het voor het fashion is. Ik kan me wel voorstellen dat wij dat misschien zouden doen, Johan en ik. Nou moet ik wel zeggen dat Johan en ik ook niet samen dezelfde muzieksmaak hebben. Dus ik weet niet of dat helemaal gaat werken. Ook niet altijd dezelfde mening. Nou, dat is een statement. Maar in deze kan ik hem wel ondersteunen dat ik vind dat in een land als Qatar dat je eigenlijk niet moet gaan voetballen.